wel goed is om regelmatig, zeg maar, dit soort momenten gewoon even op te schrijven. De onderwerp ligt echt op straat. Nee. Toen ik vanochtend wakker werd. Puntje. Workshop ga om blogs te schrijven. Ik heb al aardig wat ideeën en kijk er naar uit. Dan kijk je dus pas naar de spelling en grammatica. Stopwoordjes misschien niet. Wat did you say? Dat zijn de situaties die niet meer terugkomen. Want juist omdat je reflectief aan het schrijven bent, kan dat verhaal een hele andere wending krijgen. Dat is wel mooi. Op een warme zomerdag sta ik op een brug op de Trottingersingel. Het water kabbelt rustig onder mij door en er glijden twee eenden voorbij op het water. De wind ruist door de groene treurwilgen en doet de bladeren en het gras ritselen. Ik kijk uit op een schattig antiek winkeltje en voel de zon branden op mijn huid. Het frisse briesje door mijn haar langs mijn huid is aan. En daar sta ik dan, op de brug, met de grijs geasfalteerde planken, maar tussen de glinstering van het water, stilletjes zichtbaar. Het water wat in de verte hoorbaar stroomt en me altijd een prettig gevoel geeft om naar te luisteren. Alsof er ijskoentjes in je glas omkant. Terwijl de zonnestralen warmte afgeven op mijn huid en ik voel in je lijf. Geïnspireerd door alle bloktips van Marije en de deelnemers heb ik al een lijst met blokideeën staan in het schriftje dat ik in mijn handen heb. Ik geniet van de zon op mijn blote armen en benen. En voel een zacht briesje door mijn haren die mijn jurk laat wapperen. Ik voel me rustig in het hier en nu. De stukjes terug te worden, iedereen zijn eigen stijl. Ja, leuk. Ik vond die laatste oefening met de zintuigen heel mooi. Maak je me toch wel net even wat smeriger. Ja. Ik heb ontzettend veel zin in te schrijven en dat is gewoon te zeggen dat ik een ontzettend leuke, inspirerende dag heb gehad. Je zegt dat ik nu wel van gewoon kan schrijven en het dan laten liggen en nog een keer. Ja, je doet het echt heel fijn. Ja, dankjewel. Het heeft mij veel gebracht.